Lieve mensen met Christel, ik ga een soort religie reading houden. Dat gaat over Jezus, gaat over God. Het gaat over de Rapture, gaat over. de uh, tribulation, ofwel de verdrukking. Zes jaar duurt ie Nadat nou, uh, Christen uh, met de Rapture mee zijn, dus met de opstijging uh, naar de hemel, hè. Uh, we worden eigenlijk meegepakt op een of andere manier. Door de engelen, snatch op, noemen ze het ook wel eens, opgepakt. Uh, ja, hoe dat precies gaat, ja. Sommigen uh, denken engelen. Anderen denken, ja, weer op een andere manier. Dat je vanzelf gaat of zo. Maar uh, sommigen gaan heel hard. En anderen zweven weer hè, door de lucht als Jezus er is. Sommigen horen geluiden. Zo'n zo uh, horen. Zo'n. Uh, ja, zo'n. Uh, ik een beest, een ik weet niet hoe zo'n ding heet. Um, nou, die horen dan dat luide geluid ervan. Het is iets, een joodse instrument of zo. Maar goed, uh, het is zeg maar een soort trompet in de lucht. Nou, horen wereldwijd al mensen raar geluiden in de lucht. Dat is heel apart. Uh, ja, soms een beetje blikkerig. Maar soms ook wel echt toeteren. Nou, ik heb het ook niet gehoord wat dat betreft. Maar wat ik wil delen, en echt al in de beschrijvingsbox, ik voel dat ik nou echt uh, de post, ja, ik zie nooit geen reacties, dus of jullie daar naar kijken, geen idee. Over de rapje, uh, ja, onze Amerikaanse Watch Woman en Watch Women, uh, uh, Watch Men, <laughs> ja, die uh, ja, maken hele verslagen voor alle dromen. Verzamelen ook die dromen op hun kanaal. Ik heb ook wel weer Christel. Een vrouw, een moeder van twee kleine kinderen. En een man. En die deelt dus haar droom van God. Dat er echt oorlog komt in Amerika. Um, ja, Rusland is degene die bommen gaat gooien daar. Het land zelf wordt doormidden gespleten. Uh, ja, het wordt dan een stuk kleiner natuurlijk en uh, heel veel mensen zouden hun leven verliezen, want dat zijn niet kleine bommetjes wat ze denken groeien, maar goed. Zij moest dus uh, naar de bergen uh, met water en de rijst en noedels uh, of zoiets, tenminste droog, droog eten, uh, in ieder geval heel veel water uh, ik moet zeggen dat ik zelf op het ogenblik geen water in huis heb. Uh, mijn man gelooft er niet zo in. Ik heb het wel gehad, maar het is uh, eigenlijk over de datum gegaan. Dus ik heb het bij de plantjes gegeven. En uh, ik heb niet goed opgelet. Maar ja, ik heb nou echt ook niks meer in huis. En, uh, maar ik denk nog niet uh, dat het voor ons is. Uh, omdat het universum mij steeds uh, zegt: This is not America. This is not America. En ik heb geen waarschuwing gehad, droom gehad dat ik het moest nemen uh, in huis. Maar zij zegt, ze was net wakker uit een droom. En ze voelde dat ze het moest, gelijk moest opnemen. Dat mensen haar angst ook zagen. Het was zes uur in de ochtend. En uh, ja, ze hebben natuurlijk geen make-up op gedaan en zo. Dus ze voelde schaamde zich een beetje. Maar je zag wel haar emoties. Dus zij moest eigenlijk, ze overal vielen bommen. Uh, schokken waren aan uh, bliksemen. En, nou, het was echt verschrikkelijk. Overal vielen bommen om de heen. En ze moest dus met de auto naar de bergen vluchten. Met de kinderen, misschien de mannen. En ze moest dus eten meenemen. En, uh, nou, was er al eerder een rieder en uh, die moest vanaf de kust. Moest ze ook al in de bergen zijn. Dus dat vond ik ook al heel apart. En uh, dat is al jaren geleden, en ze wou eigenlijk niet. Want ze wou graag bij die kust blijven. Dat vond ze mooi. Ze woonde er fijn. Maar nu woont ze al jaren in de bergen. En ik kijk er nog regelmatig naar haar readingen. En ik heb toen ook de emoties gevoeld en. Uh, dat ze daar moest wonen. Maar ze werd liefdevol liefst opgevangen door de mensen in het dorpje waar ze woonden. Maar wel bovenop een berg. En toen dacht ik, ja, God waarschuwt zijn mensen wel, hè. In dromen. Dus uh, zij worden ook gewaarschuwd. Om uh, ja, toch wel voorraad te nemen. En uh, ja ook naar Astroverius, naar de berg te vluchten. En... Uh, ja, wij hebben hier helemaal geen bergen, we hebben eens geen schouwkelders. In Moskou en nog andere. Ja, in Rusland worden volop schouwkelders gemaakt, hè. Maar hier, als ik een parkeergarage hoog, een klein parkeergarage in mijn plaatsje. Maar dat is lang niet genoeg voor al die mensen. En uh, ja, dat is niet genoeg in ieder geval. Dus weinig uh, schaalplekken eigenlijk, uh, maar het universum zegt steeds van, ja, this is not America, dit is niet Amerika. Dus uh, kijk, ze, ze, zij hoopte natuurlijk voordat die bommen vielen dat ze weg was, maar dat zal dus niet gebeuren nog. Dus eerst moet ze ergens naartoe en waarschijnlijk nog meer mensen die uh, gewaarschuwd worden door God. Uh, misschien om zich te verzamelen en dan past die rapje. Want wij, ja, wij moeten ook mee, hè, de Nederlanders en uh, ja, over de wereld. Want het gebeurt tegelijk. En, uh, voordat ze dus. Uh, ja, voordat je opgenomen wordt, zou je misschien nog een stukje oorlog kunnen meemaken daar. Hè? Ja want hier zitten we geen idee. Dus misschien hoeven we het niet mee te maken. Misschien dat ze uh, even naar die berg moeten wat eten en dan daarna ook omhoog schieten. Tegelijk met ons. Dus ja, het is. Ik zie wel steeds dat ik in hemel ben. Dat bij mijn ouders. Dat ze <coughs> een feestmaal maken. Um, ja, dat soort dingen. En dat ik nog aan een feestmaal zat terwijl ik nog niet klaar was. Hè? Maar mijn ouders zelf hadden ook een feestje gegeven. Maar ik moest zelf mee helpen. Maar het was wel te ere van mij. Maar ja, dan heb je altijd met de verjaardag dat je dan. Uh, dat je zelf drukste bent op je eigen verjaardag. En al die mensen. ik kom er nog ineens. Ik zag helemaal geen, geen. Alleen één collega dan. En uh, die ook bij dat andere was. Ook bij dat uh, andere feest van. Uh, de bruidsmaal, zeg maar. Maar voor de rest. Uh, ik zag geen broer. Ik zag geen ooms en tantes. Ik zag uh, ja, geen man. <laughs> ik zag eigenlijk uh, niks uh, van dat. Geen, uh, ja, geen kleinkinderen of zo. Uh, ook niet de broers of moeder. Niks. Helemaal niks. Uh, <clears throat> of schoonzussen. Niemand bekend, uh, alleen de ene collega dan en voor de rest allemaal onbekende mensen. Denk ik. wie zijn die mensen? Ik ken ze nog niet. <laughs> alleen mijn ouders herkende ik en de rest niet. <coughs> maar goed, uh, dus uh, we hoeven ons uh, nog even geen zorgen te maken als daar uh, dus uh, geweld uitbreekt, hè? Dan, uh, ja, mensen zagen ook wel Iraanse vl uh, vliegtuigen vliegen. Er vlogen echt heel veel vliegtuigen, zei ze. Uh, Iraanse vliegtuigen, maar uh, Universum hebben, God zei dus uh, Rusland. Ze moesten deze reading, uh, ja, het is geen reading eigenlijk, maar ze moesten het filmpje gelijk opnemen. En ik voelde dat ik het ook moest opnemen, dus daarom dacht ik, nou, ik deel haar maar even in de beschrijvingsbox. Uh, omdat het ook dat ik het moest opnemen, ja, dat jullie het ook weten waarschijnlijk, hè, <coughs> dat Amerika uh, de midden wordt gesplitst en uh, ja, eigenlijk is Sodom en Gomorra, waar de meeste spotters wonen en waar het me meeste uh, kinderen worden verhandeld, hè, met de containers en opgevangen. Uh, ja, ik zag oude Walmart, loodsen, waar ze dus opgevangen werden um, winkels, maar misschien ook al uh, bijvoorbeeld panden. Walmart is een soort supermarkt daar. Ze wordt dan zogenaamd naar pleeggezinnen gebracht, maar dat is niet zo, dus. Hè. Ze gaan naar hele duistere personen en ze zijn mensen die dat moeten rijden. Ik heb gezien een interview daarvan. Uh, die zei van ja, ik moest ze daar en daar brengen. En als je daar bij die poort stond, uh, vroegen ze en dan zijn ze heel, uh, ja, je mag er echt niet naar binnen. Het gaat heel geheimzinnig. Dat zijn kinderen die meekomen, dus uh, over de grens, maar misschien ook wel andere kinderen die uh, in containers komen. Of uh, ja, misschien gewoon met vliegtuigen, weet jij veel. Dat ze allemaal nep paspoorten uh, hebben, nepvaders en moeders. <laughs> Ja, en dat spotten van Amerika. Een heleboel uh, zangers en zangeressen die echt heel erg zijn uh, met, uh, ja, met hun liedjes en zo. Hè? Dus uh, ik dacht Beyoncé, een leuke vrouw. schijnt ook heel duister te zijn. Madonna, groot fan was ik vroeger. Ja, die had zichzelf ook aan het kruis gespijkerd. Uh, ja, allemaal mensen die ik dacht, nou, dat zijn wel leuk misschien. Uh, <laughs> uh, zijn toch niet zo, zulke beste gasten? Uh, Bill Clinton, uh, ja, noem maar op. Hè. Ik kan een hele rijtje wel opnoemen. Maar uh, er zijn heel veel uh, van die gasten die deugen. En je zag wel uh, ook uh, dat spotten met, met carnaval, Jezus, uh, het getrapt. Ja, dat heb ik ook gedeeld in mijn post. Door de duivel in de optocht. Uh, ja. Het gaat echt ontzettend ver, mensen. Mr. Bean, is die is gewoon van Engeland, hè. Daar stond ik op, mee op een foto van een poster. En die heb ik dan verwijderd van mijn telefoon. Want die ging een hele show houden van... Uh, als duiveltje en jullie mensen, jullie zitten in de hel. Hele show eromheen. Nou, het is toch... Toch verschrikkelijk. Ja, misschien weet je dan ineens als je daar zit waar het over gaat, hè. Dan zit je opeens in zo'n uh, vreselijke show. Nou, ik zou weggelopen zijn, denk ik. Het was zo luguber. Ik, 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 ik griezelde ervan. Die man praat ook nooit, hè. En dan uh, begon hij opeens dat allemaal te doen. En uh, zo'n duivel... Uh, ...masker op. <laughs> dus... Uh, ja, duivel is voor mij altijd uh, het kwaaien, hoor. Dus uh, ook in de tarot is voor mij altijd een kaart uh, Slechte dingen, verslavingen, overal wat slecht is, uh, aan ja, vastzit. Dus, uh, ja, het is... Uh, ik zie de duivel nooit als iets positiefs, in ieder geval. zover uh, ook, uh, is echt een gevallen engel. Dat is niet een aard... Ja, Hij was een aardengel misschien vroeger, maar... Uh, ja die zoekt zo duister als ik weet niet wat hè. en dan zorgt nou dat er nou ook heel nare dingen op de aarde gebeuren hè. dus uh, ja ga geen satan aanbidden hè. neem nooit uh, die implantaten en uh, 666 hè. <coughs> is ook zijn teken 666 kan natuurlijk ook uh, in de Engelenboeken boeken een mooi getal zijn maar is ook een heel uh, duivels teken. Dus uh, ja, mensen, uh, ja, ik weet niet hoeveel je moet voorbereiden hierop. Uh, ik heb nog niet een Ik denk dat ik ook wel tekens ga krijgen als, als het nodig is. Wat ik wel zag uh, in een droom, uh, een paar dagen terug, in gisteren. Ja, in gisteren Zag ik opeens, uh, dat die rode koe uh, geslacht worden. En dat uh, in Israël, ik had het eerder verteld, dat moet een hele rode koe zijn. Een rode vaas noemen ze dat, een jonge koe. Die nog nooit een uh, juk op heb gehad. Uh, geen één wit haartje mag erop zitten. Uh, ik zag er één, maar ik weet niet dat er nog meer koeien kwamen. Maar hij werd dus geslacht, en toen zei ik: Alsjeblieft, vrouw, hop. <laughs> um, ze nemen een heel scherp mesje. Want ik leefde een, een echt oude of een oud scheermesje. Of iets ontzettends Of een Stanley-mes. Oh, ze ze dezen de strot doorsnijden. En toen zei ik: Ik wil nou iets anders <laughs> droom. Ander Gelukkig hoef ik het niet verder te zien. Maar die beesten zijn dus al geslacht. Uh, of zijn, ja, misschien de dag dat ik het zag. Of al eerder ze leven in ieder geval niet meer. Gewaarde is ook vijf en toen drie. Maar nou ik er maar één. Dus ik weet het niet of die ander nog tevoorschijn werd gehaald. Um, ja, dat, die wordt verbrand. En dat as hebben ze dan nodig uh, voor reiniging voor de nieuwe tempel. Die gaan ze dan bouwen. En daar in de nieuwe tempel, daar komt die Antichrist. Ja, het idee dat die Antichrist al hier gewoon loopt... Hè. En, uh, sommigen zeggen hij weet al wat hij is, anderen zeggen hij weet nog niet wat hij is. Uh, maar ja, dat schijnt dus een hele, uh, ja, iemand met heel veel charisma te zijn. Waarschijnlijk een mooie man. Uh, sommigen zeggen uit Saudi-Arabië, anderen zeggen weer ergens anders van. En, uh, in ieder geval een leider. Uh, heel veel mensen gaan gewoon geloven. Uh, je wordt voor de keuze gesteld. Uh, ja, ga je dat die chip nemen? Uh, dan krijg je eten, dan krijg je drinken, dan krijg je alles. Of kies je toch voor Jezus? En uh, ja, dan moet je aan de andere kant van het gebouw en daar word je onthoofd. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel na idee. En uh, als je binnenkomt zou je wel uh, van alles zien natuurlijk, uh, nog liggen en... Uh, ja, dat is ook geen uh, lekker idee, maar uh, ja. Nooit van mijn leven zou ik uh, die van die Aan te nemen, in ieder geval. En ik zou liever verwonderen dat, dat, uh, dat ik ooit die vent zou aanbieden echt. Nee, maar ja, ik hoop uh, dat ik voor die tijd weg ben. Weg ben en uh, ja, als de oorlog uitbreekt in Amerika, dan kan het wel heel snel gaan. Dus uh, ja, die. Ja, Crystal heet ze ook. Die hoopte echt dat ze voor die tijd weg was. Maar waarschijnlijk krijg je toch een stukje te, ja, hun een stukje te zien van uh, wat er gebeurt. Dat ze nog kunnen vluchten en dan daar misschien uh, verzamelen en dan die Rapture. Hè? Ik heb al lange ja, lijnen met mensen gezien. Een dus, uh, soort ja, rijtjes. Op de buurt uh, vliegen ze omhoog. Ik kan ook niet allemaal tegelijk lijken, maar ik weet het niet hoor. Maar, of uh, allemaal, hup. <laughs> je ziet, uh, als je dan nou eens films kijkt, dan zie je toch om zijn beurt. Ja, die schiet, schiet, die schiet hem ook, die, die, die. Uh, dus, uh, ja, we wachten hem af. In ieder geval, ik ben straks in de hemel, dat weet ik. <laughs> ik kom goed terecht. <laughs> en daar ben ik blij om. Uh, maar goed, eh. Uh, het is zijn spannende dagen, mensen, hè? of tijden. Dus uh, ja, misschien moeten wij nog kijken hoe het met Amerika gaat. En dat zal ja, compleet ongewassen gebeuren hoor, die aanval op Amerika. Dus uh, ze hebben het eerst over dat ze uh, Israël doormidden willen uh, ja, doen, voor een stuk voor de Palestijnen. <coughs> 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 Sorry. Ja, elke morgen. Ja, een stuk voor de Palestijnen. En een stuk voor de Israëlieten. En ja, er zijn natuurlijk heel veel Palestijnen over, maar er is toch geen leefgebied meer nou, hè, in Gaza. Dus ja, ze moeten toch iets met die mensen aan. Er wordt wel eten gedropt, nou, maar, maar waarschijnlijk niet genoeg. Ja, dus alles ligt in puin Dus het ziet er niet meer uit natuurlijk. Maar goed, uh, het gaat waarschijnlijk gebeuren. Amerika trekt zich terug uit. Uh, ja, die helpen Israël niet meer. Dus ook niet wapens meer waarschijnlijk. En dan uh, ja, moet dat verdeeld en Zeggen ze peace and safety. Uh, ja, vrij, uh, vrede en veiligheid. En dan gaan ze opeens Amerika uh, aanvallen. Dat is het scenario wat mensen zien dus uh, ja Amerika heeft heel veel vijanden altijd al gehad dus ja Amerika kan ons ook niet meer helpen en ook niet meer uh, daar zo uh, de Filipijnen en dat soort waar ze ook een basis hebben ja dat zal ook allemaal ophouden dus uh, iedereen wordt kwetsbaar uh, als Amerika niet meer helpt ook Kina ook niet meer dus uh, Oekraïne, ja, dat schijnt ook uh, overgenomen te worden door Rusland. Uh, Belarus schijnt ook straks uh, niet meer te bestaan. Dus ja, het, is wel, het wordt allemaal spannende tijden. En dan is het zo mooi weer en dan denk je, oh, lekker genieten. Ik doe nog genoeg genieten. Voor nou, zo'n lange dag kan op paarden. Maar... Uh, ja, het wordt niet na het weer gekeken. <laughs> dus, uh, maar ja, hou Amerika in de gaten, hou Israël me in de gaten. Um, die Antichrist in de gaten. De paus hebben het al over hem, dus dan kan je gewoon kijken. Die kondigen hem al aan, eigenlijk. <coughs> dus um, als je het niet wil geloven, over, dan typ je in paus Antichrist. En dan kan je vanzelf... Uh, het verhaal van de paus, dat hij hem aankondigt. Dus uh, velen hebben hem al gezien, ik heb hem ook al gezien. Hè? Dus uh, ja, hij, hij is gek op mensen, energie. Dus uh, ja. Nou ja, ik, ik zie ook wel dat die beschermingen van een koepel over mijn appenflat. Uh, en dat is. Uh, ja, dat ik geen auto reed en dat ik uit het raam keek. Ik was daar met een vrouw met kort haar. Geen idee wat het is, ze zei niks tegen me. <laughs> ik keek uit het raam en zag één autootje geparkeerd en er was stilte. Er uh, staan geen mensen uh, op straat, dus misschien was dat de bedoeling. Maar wel een hele grote koepel uh, om me heen. En daar komt de Vlaamse gaai aan. Ik hoop u jullie zien. Die hangt daar. Hij hangt er een beetje achter het Nou Nee. Ik heb weer een paar nieuwe moletjes. ene is weer net gedraaid. <laughs> Ik bestel ze via AliExpress. Um, dus uh, ja, sommige zijn een beetje kapot gegaan. Dus uh, deze zijn wat steviger. Kijk, die groen met uh, geel en uh, rood. Met zo'n zonnebloem erop. En die andere, ja, die is ook heel mooi. <coughs> en deze, ja, dat lijken net echte uh, trokensjes, hè? Maar dat is allemaal nep. <laughs> ik had een bosje gekocht, of twee bosjes. Een witte en een gele. Gewoon met de kringloop. Uh, ik heb ze uh, ja, afgesneden. En daar heb ik mos onder gedaan. Er zat wat mos op dat bakje. Dus nou lijken het echte, uh, ja, echte bloemetjes, hè? Even klein maken. Echte uh, kroekjes. <laughs> uh, oh, daar heb je de Vlaamse. Oh, twee. Oh, Sapin Jong, zie ik nou. Twee. Hij wordt gevoerd. En dat jong is net zo groot als, als uh, hij zelf. Of zij, hè? <laughs> ik weet niet wie het is. Maar ik heb hier pinda's hangen en hij pakt ze eruit dat, uit het bakje. Wel vervelend dat die, uh, dat die uh, molen net in de weg uh, hangt, nou, ik weet niet of er nog actie komt. Maar ik zag hem voeren. Dus uh, ja, de verleden keer werd er dus een Vlaamse gaai, en die was net gedekt door een, uh, door een ander <laughs> dat mannetje, dat vrouwtje. En uh, ja, die werd dus gegrepen door een kat. En uh, oh, hij probeert, nou, daar zit niks in. <laughs> Ik moet weer pinda's kopen. Um, die bakjes zijn leeg, alleen de ene is nog vol. En die pakt hij dan steeds. Pakt hij die? Maar hebben ben nou in de gaten, ze zijn nou weg. Daar zit dus uh, pinda's nog in, een bodempje. <laughs> <coughs> Maar goed, mensen, ik zet het in de beschrijvingsbox. <tacht> um, en dan ga ik even hoesten, want dan moet altijd met die astma <tacht> uithoesten. En dan uh, een beetje eten, het is half acht al inmiddels. Mijn man ligt nog te pitten, die komt er meestal 9 uur, half 10 uit. Dus ik uh, kan er even wat te babbelen met jullie. <tacht> Dus uh, ja, kijk in de beschrijvingsbox, uh, het filmpje van Christel, dat ze net wakker wordt uit die vreselijke droom. Um, en ze, is, ze was zo bang, zo bang. Ja, laten we zijn met de mensen straks in Amerika als dat gebeurt, hè. Dus um, ja, maar vele mensen hebben het al gezien hoor, Amerika. Dus uh, godzijdank, uh, hoeven wij het nog niet mee te maken. Ik word altijd gewaarschuwd door onze lieve Heer. Uh, Heer Jezus en uh, de God en zijn engelen. Dus uh, voor ons is het nog even rustig. <laughs> Goed, mensen. Uh, nou, ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Doei.